Hoi en welkom op mijn kanaal. Microfoon is nog niet goed. In ieder geval, vandaag heb ik weer een nieuw filmpje voor jullie. Dat is duidelijk waarschijnlijk. Deze keer met niet al te veel make-up en even een casual outfit. Best wel random outfit. Want ik ga jullie vandaag mijn nieuwe tattoo laten zien. Mijn eerste tattoo laten zien. Ik dacht laat ik maar een filmpje ervan doen van een beetje ja, hoe ik de ervaring heb ervaren. Ik kan nog niet heel veel zeggen over de genezing. Want nu ik dit film heb ik het gisteren laten zetten. Dus... daar valt nog weinig over op te merken. Maar in ieder geval, dus daar ga ik in de toekomst nog een filmpje over doen. Als ik er daadwerkelijk wat over te melden heb van hoe de genezing van het tattoo in ieder geval bij mij dan verlopen is. Over een maand of zo. Maar in ieder geval, het leek me vandaag eventjes leuk om een filmpje te doen. Gewoon over mijn ervaring van, ja weet je wel, het laten zetten van het tattoo als eerste tattoo. Weet je wel, ik bedoel wat ik ervan vond. Wat tips en tricks en ook de nazorg in ieder geval, het advies wat ik heb gekregen. Want ja, weet je wel, mocht je ook een tattoo willen zetten... en nog zenuwen hebben ervoor. Had ik ook heel erg van tevoren. Weet je, ik vind dit soort filmpjes ook altijd gewoon heel behulpzaam. Gewoon, weet je wel, van, oh, andere mensen hebben ook ooit een eerste tattoo laten zetten. Weet je, tips en tricks van anderen vind ik persoonlijk altijd heel fijn. De tattoo zelf, nou ja, ik zal hem eerst maar gelijk laten zien. Ik heb hem net eventjes afgespoeld, net naar werk geweest. Ja, meer tips erover later, maar in ieder geval doen wij de broek aan. Eén tip, doe niet wat ik nu doe. Mijn bureaustoel zit... de zitting zit los met één schroef en ik ga er nu op staan. Oké, dat bedoelde ik dus met een random outfit. Het broekje past niet bij het shirt. Wow. Dat was een plastic rat die naar beneden donderde. Maar dit is dus de tattoo. Ik vind hem zelf echt heel gaaf. Het is de Goblin King met een kristal met It's Only Forever erboven. Heel, heel gaaf. Om de een of andere reden zit de focus hier. Dus ik hoop dat het nu een focus is. Ik zal ook ergens in het filmpje wat foto's laten zien van... van toen hij net gezet was. Dus ja. Inclusief bloed. Dus als je daar niet tegen kan, kijk dan nu de andere kant op. Foto's zijn als goed als nu in beeld. Sorry plastic rat. Het was niet mijn bedoeling om je naar beneden te laten flikkeren vanaf de bovenkant van de zolder. In ieder geval, zo zag hij er dus uit toen hij net gezet was. Het is normaal dat de tattoos een beetje bloeden, hoorde ik van de artist. Want dat gaat. Dat was trouwens één dingetje tussendoor. Ik dacht om de een of andere reden altijd dat de tattoos er... weet je wel, dat de naald die inkt injecteerde in de huid... maar het is zo dat hij de naald in de inkt doopt en de naald die trilt alleen maar. Die maakt wel, weet je wel, kleine steekwondjes in feite. Maar de inkt sijpelt erin, het wordt niet geïnjecteerd. Ik weet niet waarom ik dat idee had. Ik weet niet, ik had dat idee gewoon, maar dat bleek dus anders te gaan. Maar goed, dat is de zijde. Maar het laten zetten, ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb het trouwens laten zetten, wel even belangrijk om erbij te zetten, door Daan van den Dobbelsteen, Dice Tattoos... zijn Instagram naam zal ik ergens groot in de scherm zetten. Serieus gaan volgen. Hij heeft echt hele, hele gave tattoos. En hoe ik daar trouwens terecht ben gekomen is... ik heb gewoon op internet heel lang gezocht naar shops. Wel redelijk in de buurt van Rotterdam, waar ik zelf woon. Die wel heel goed aangeschreven staan. En ik wist ook nog niet helemaal zeker wat voor stijl ik wilde. Dus dat was ook wel een beetje een dingetje. Ik wilde gewoon heel veel portfolio's ook bekijken. Totdat ik een stijl zou vinden die ik echt leuk vind. En die ik wel, weet je waar ik deze tattoo, dit idee echt in kon zien. Dus vandaar. En ja, weet je wel, de needle art waar dus hij ook werkt. Die staan gewoon heel, heel, heel goed bekend. Dus toen zat ik daar, weet je, op internet, op de website en portfolio's te kijken. Toen zag ik zijn stijl gewoon echt, weet je, zijn portfolio en al die soort van geschetste tattoos. Heel, heel, heel gaaf. En toen dacht ik van, nou, dat wil ik. Dus vandaar toen een afspraak gemaakt, eerst voor een consult en toen een afspraak dus gemaakt voor het daadwerkelijk laten zetten. En nu eindelijk heb ik hem. Ik ben er echt super 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 blij mee. Het was ook een hele goede ervaring. Hij is zelf ook heel rustig en heel vriendelijk. Dus dat helpt ook gewoon heel erg, weet je. Want ik was van tevoren best zenuwachtig, want ja, als je eerste tattoo is weet je natuurlijk gewoon totaal niet hoe het gaat voelen. Ik bedoel, met piercings weet ik ondertussen hoe het voelt, want daar heb ik er al heel veel van. Met het tattoo, ik had echt geen flauw idee. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het erger zou zijn. Dan moet ik er wel bij zeggen trouwens dat het per persoon kan verschillen. Voor de een, dat, ja, net als met piercings bijvoorbeeld. Bij sommige mensen doen oorpiercings gruwelijk pijn. Bij andere mensen, zoals ik, dan is het meer zoiets van, nou, het zal wel, weet je wel. Bij sommige mensen is een navelpiercing juist weer helemaal niet pijnlijk. Bij mij was mijn navelpiercing juist wel pijnlijk. Het kan per persoon heel erg verschillen. Voor mij zijn mijn benen niet bijzonder gevoelig. Dus ja, dat scheelt wel. Ik vond het niet gruwelijk. Wat ik wel merkte is, op het moment dat hij dan, weet je, ja, natuurlijk wordt eerst je been schoongemaakt, weet je wel, stencil wordt erop gedaan. Dan ga je in de spiegel kijken of je hem goed vindt zitten. Durf het ook te zeggen trouwens, als je het niet goed vindt, want
zodra het inkt echt in je huid zit, dan kan je het niet meer verschuiven en zo. Wel een belangrijk dingetje. Maar goed, ja, weet je wel, daar vond ik vorige trouwens wel gevraagd van, oké, dit is dan de schets van, vind je dit nog, weet je, wat wil je nog aan veranderen? Dat soort dingen voordat het werkelijk de stencil getekend werd en dat op mijn been werd gedaan. Maar goed, in ieder geval, wat ik wel vond is, ja, weet je wel, het eerste stukje was niet zo erg. Het is persoonlijk, het heeft 2 uur gekost voordat hij er helemaal op zat, vanaf het punt dat de inkt er voor het eerst in ging. Het pijnlijkste stukje vond ik zelf het shaden, want dat is echt, ja, weet je wel, dan is je huid al rauw omdat er al meerdere keren overheen gegaan is. En dan nog het shaden en alles. En dat echt, gewoon hoe langer het duurde, het laatste stukje, dat vond ik echt het pijnlijkst gewoon. Omdat je dan al, wat ik al zeg, weet je wel, dan is je huid er al echt al klaar mee van, weet je, helemaal ruw en rood en Dan is het al pijnlijk en dan wordt er nog een keer overheen gegaan worden en dat was wel eventjes doorbijten. Maar goed, het was wel helemaal waard. Hij is gewoon in 1 keer gezet. Dus dat vond ik ook wel fijn. Dit is trouwens volledig black and grey. En hij heeft ook wat witte inkt gebruikt. Maar het is niet met kleur of wat dan ook. Ik bedoel, weet je, het hangt er een beetje vanaf wat je wil. Of het in 1 keer kan of in meerdere keren kan. Maar dit kon in ieder geval gelukkig in 1 keer. Qua nazorg overigens. Nou, kreeg ik een... Ik heb het even opgeschreven voor de zekerheid. Dat was ochtend en avond in ieder geval. Nou ja, in ieder geval, er ging toen gelijk, zal ik eerst mee beginnen, folie omheen, gewoon huishoudfolie. Nadat die nog een keer gereinigd was uiteraard en eventjes gewoon afgedroogd was, weet je wel, dat gewoon het bloed kon stoppen en zo. Als je dan thuis komt, is het wel de bedoeling dat je dat afspoelt, eventjes met, weet je, gewoon een neutrale zeep. Ik heb Unicura zeep gebruikt, want die gebruik ik ook voor mijn make-up kwasten, dus die had ik toch wel liggen. Ik heb wel eerst de zeep afgespoeld, dat dan weer wel. De zeep schoonmaken, ook zo'n punt van ironie. Hoe dan ook, even schoonmaken met lauw water. Ik heb gewoon een douchekop gepakt en weet je, mijn handen, de zeep op mijn handen. Dan mijn handen zo de piercing voorzichtig schoongemaakt. Geen washandje of iets anders ruws gebruiken, want dat is niet zo prettig. En waarschijnlijk ook niet erg goed voor de tattoo, dus gebruik gewoon voorzichtig je handen. Vervolgens goed droog gedept met schoon toiletpapier. Uiteraard schoon toiletpapier, ja. Maar goed, met schoon toiletpapier dus of een tissue of keukenrol, zoiets. Zou ik er persoonlijk voor gebruiken. Gewoon iets wat je daarna weggooit en waar je niet al je helemaal mee gewassen hebt. Want ik wilde zelf niet het risico nemen dat er dan misschien nog restjes van body scrub of weet ik veel wat in de handdoek zouden zitten. Vervolgens weer goed laten drogen en dan voor je naar bed gaat nog een keer afspoelen. En nou, wacht. Goed laten drogen en dan Bepanthen zeep erop, ja. En voordat je naar bed gaat, nog een keer goed afspoelen. Weer wachten tot het droog is. Half uurtje wachten of zo. En vervolgens weer intapen voor de nacht. Hij adviseerde me om, geloof ik, 3 nachten het nog in te tapen. Met dus schildersplakband en huishoudfolie. De huishoudfolie over de tattoo en de tape. Om te zorgen dat het daadwerkelijk om je benen heen blijft. Niet te strak natuurlijk. We hoeven geen afgeknelde ledematen. Dus ja, dat doe ik ook braaf. Dat is verder niet ongemakkelijk om mee te slapen trouwens. Ik had er verder vannacht totaal geen last van. Dus ja, dat is eigenlijk redelijk simpel. En voor de rest gewoon iedere ochtend en avond goed afspoelen met dus die neutrale zeep. Beetje droogdeppen, goed droogdeppen, half uur wachten. En daarna kan je er gewoon zalf op doen. S'avonds dus in plaats van zalf de folie erop doen. Overdag gewoon kleding. Wat wel aan te raden is om een beetje losse kleding te kopen. Ik heb zelf bij de HEMA het voor elkaar gekregen om een joggingbroek te scoren die dus alleen aan de buitenkant naadloos is. Aan de binnenkant heeft hij wel een naad dus tussen je benen, maar aan de buitenkant niet. Dus er zit er ook geen naad overheen te wrijven, wat wel zo prettig is. Dus dat hij gewoon overdag verder niet geïrriteerd wordt. Ik bedoel, ik kan niet de hele dag in korte broek gaan lopen, want ik werk als postbezorger. En het is buiten, als ik het film, nog iets van 12 of 13 graden. Dus dan voel ik me niet geroepen om eventjes letterlijk mijn poten eraf te vriezen. Nou ja, het vriest niet, dus dat scheelt. Maar je snapt mijn punt, het is niet echt korte broeken weer. Maar ja, weet je, met een zachte broek gaat het ook prima. Maar geen jeans of iets dergelijks, want jeans schuurt er gewoon te hard overheen. En ja, dat is, weet je, 3 tot 5 keer per dag dan gewoon even handen schoonmaken. Ik gebruik van die, weet je, die... Desinfect reinigingsgel voor op werk heb ik eventjes deze in een kleine reisverpakking ook gestopt. Gewoon omdat het makkelijker mee te nemen is dan dit hele ding. En die reisverpakking is hersluitbaar, zodat ik niet vervolgens een postdas vol met handreinigingsgel heb. Want dat zie ik, kan dus ook nog wel gebeuren. Maar even handen reinigen met die joggingbroek, die kan ik helemaal omhoog trekken. Zodat ik niet, weet je wel, midden op een postdepot met mijn broek naar beneden hoef. Ook wel zo fijn. En dan die Bepanthen zelf erop, want die is natuurlijk ook heel neutraal. Hij is gemaakt voor...
rode babybilletjes, dus dan kan die voor een tattoo ook wel. Maar goed, heel huidneutraal, dus geen parfum of wat dan ook. En dat is wel belangrijk. Dus ja, 3 tot 5 keer per dag. Hoe kom ik nou bij 2? Ik weet niet. 3 tot 5 keer per dag insmeren met die Bepanthen-zalf. En dan, weet je wel, dat helpt gewoon bij de genezing en het zachte houden. Dus dat doe ik ook allemaal braaf. Het gaat ook mee naar werk en alles. Ik moet hem dadelijk ook weer eventjes, nadat ik klaar ben met filmen, er eventjes insmeren. En ja, tot nu toe, net na het zetten voelde ik hem wel zitten. Als in, je voelt af en toe nog een beetje een steek van, oké, er is wat gebeurd met dat been. Ja, en natuurlijk had ik toen die folie onder mijn broek. En dat loopt ook een beetje vreemd. S'nachts had ik er op zich helemaal geen last van. En ook vanochtend, mijn been was niet stijf of wat dan ook. Natuurlijk is dat wel, weet je, ik weet niet hoe jouw lichaam gaat reageren op een tattoo. Maar voor mij persoonlijk in ieder geval, mijn been is niet stijf. Het is wel rood, het is wel een beetje dik. Maar ja, af en toe een beetje prikkerig gevoel. Maar verder heb ik er eigenlijk geen last van. Eigenlijk een beetje alsof je een blauwe plek op je been hebt, vind ik het, als je aan het lopen bent. En zelfs in die trant, ik heb ergere blauwe plekken gehad. Ik heb wel eens gehad dat ik dacht van, oh, ik ga een stukje, want er kwam een vrachtwagen aan. En ik dacht, laat ik even een stukje door een heg half lopen, want dan sta ik niet in de weg van de vrachtwagen. En toen stond er ineens een grote stevige houten paal in die heg, waar ik echt vol op met mijn bovenbeen, echt met die spierzakken doink, inliep. Dat was pijnlijker dan dit, om nu mee rond te lopen. Dus, dan weet je dat. Ik raad je niet aan om keihard tegen een paal aan te lopen, om dat te kunnen vergelijken, maar... Ja, het is dus een beetje als gewoon een grote blauwe plek als je ermee loopt. Ook het het zeep en alles en het Bepanthen-zalf. Het is niet pijnlijk. Ik zou er niet keihard op drukken of zo, want again, het voelt een beetje aan als een blauwe plek. Maar weet je wel, het, gewoon, ja, het verzorgen is ook niet pijnlijk. Het valt me eigenlijk in alles mee. Ik had serieus verwacht dat het zetten veel pijnlijker zou zijn. Ik had verwacht dat die daarna veel meer pijn zou doen. Ja, het valt me echt heel erg mee. Wat me eigenlijk ook meevalt is dat ik zelf ook, ja, ik was ergens bang dat nadat ik hem zou laten zetten, dat ik echt zoiets heb van, oh, nu heb ik er echt eentje. Maar weet je, dat had ik met mijn navelpiercing bijvoorbeeld wel, dat ik toen echt zoiets had van, wauw, nu heb ik echt piercings. Weet je, wel zo'n mini freak-out momentje. Heb ik met dit tattoo dus gewoon totaal niet gehad. Ik bedoel, ik zag hem in de spiegel. Ja, ik vond de stencil vond ik al fantastisch, maar toen die klaar was met het zetten, dan heb je echt het gevoel van opluchting van, yes, klaar. Het zetten was niet gruwelijk, maar het was ook wel erg fijn toen het klaar was. Maar echt, vanaf het moment dat ik hem toen in de spiegel zag en nu ook op mijn been zo van... Ik vind hem echt heel gaaf. Dus ja, dat freak-out moment heb ik gelukkig met tattoos niet gehad. Dat scheelt weer. Het is gewoon echt volledig wauw. Dus ja, in ieder geval, dat was mijn volledige ervaring van het laten zetten van een tattoo. Ik hoop dat ik door mijn enthousiasme heen ook nog een beetje er een samenhangend verhaal van heb kunnen maken. Als je vragen hebt over die eerste keer een tattoo laten zetten, kan je ze me altijd stellen. Dan probeer ik je een enigszins nuttig antwoord te geven vanuit mijn ervaring. Nogmaals, weet je, check zijn Instagram account. Het is echt super gaaf. Ik zal het ook in de video omschrijving zetten. En ik vind hem een aanrader als je ook een tattoo in zo'n soort stijl wil. Dat was het eigenlijk allemaal voor vandaag. Meer heb ik niet te melden. Ik hoop in ieder geval dat jullie het filmpje leuk vonden. En als je ook twijfelt over het laten zetten van je eerste tattoo, dan hoop ik dat je hiermee wat geholpen bent. Trouwens, qua keuze over het wat je wil laten zetten. Nou ja, persoonlijk, ik wist eigenlijk al vanaf dat ik een tiener was dat ik een keer een tattoo wilde. En eigenlijk weet ik nu ook al een paar jaar dat ik een tattoo van de Goblin King wilde. Dus ja, dan weet je na een paar jaar wel dat je het echt wil en het geen bevlieging is. Het enige waar ik erover twijfelde was de stijl. En die wist ik pas zeker toen ik daadwerkelijk het werk van Daan had gezien op foto's. En zoiets had van, die stijl, dat wil ik. Dus ja, weet je wel, dat is gewoon een proces. Ik kan je wel aanraden om als je een tattoo wil laten zetten natuurlijk wel... Ja, geef het een jaartje of zo, dat je echt zeker weet dat je die tattoo wil. Ik heb in het verleden ook wel eens als tiener ideeën gehad waarvan ik nu heel blij ben dat ik ze niet op mijn lijf heb. Dus ja, weet je, denk er goed over na van tevoren. Dat is in ieder geval dus mijn complete ervaring. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Als je het filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je meer filmpjes wil zien, dan kun je ook wat abonneren op mijn kanaal. Ik doe dus, ik doe voornamelijk make-up tutorials, ook regelmatig piercingfilmpjes, nail arts en wat ik verder maar kan verzinnen. En over een maand dus ook nog een tattoo-update. En als ik ooit nog meer tattoos laat zetten, zal ik dat ook weer als ervaring in een filmpje doen. En ja, dat was het dus voor vandaag. In ieder geval heel bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!